One small step for man. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkind. Steeds aan te stellen. Je bent op het ziekenhuis uit of niet? Ik hoorde dat je
Iedereen binnen. Iedereen binnen nu. Een hele goede avond. Aan mij is gevraagd om een aantal mensen te bedanken. Ik heb geen idee wie ik moet bedanken, maar daar kom ik vanzelf al op. Ik heb het geluk mogen beproeven om 6 jaar van deze geweldige vereniging deel uit te mogen maken als trainer. De herinneringen schieten over en weer als je hier binnenkomt en de mensen weer ziet. En bijna het voltallige elftal van destijds hier aanwezig is. Maar wat mij ook opvalt, zeer veel oudere leden hier ook aanwezig. Ik vind dat, dat vind ik echt leuk om te zien. Dat betekent toch wel dat JAK echt een vooraanstaande club was en nog steeds is en levend is. Ik zag vanmiddag een bericht voorbij komen. Het is de nette tak van SVC. Hij was volgens mij van Baan ergens, van Baan, ja. Als ik terugdenk en we hebben het over de nette tak van SVC. En we hebben het over een achterhoede met drie dezelfde namen. Dat was niet zo netjes. Dat waren wel drie moordenaars, daar kon je niet van winnen. Als je daar dan ook nog een Erik Willems bij stopte, die had een Lennart van Steenbergen achterin. Nou, dan was je als tegenstander, als je aanvallend speelde, was je echt wel de sjaar. Want ja, daar kon je echt nooit van winnen. Het was ook een elftal waarvan ik heb meegemaakt dat zij tijdens de wedstrijd twee cornervlaggen hebben gebroken om uiteindelijk van de tegenstander te winnen op fysiek geweld. Ook dat was JAK bij Vitesse Delft uit. Maar wat mij het meeste bijstaat van deze club, als ik als trainer in de rust in de kleedkamer binnenkwam en ik gooide geen spiegel kapot, ik gooide geen prullenbak tegen de muur, ik sloeg niet een deur uit de sponningen of een theepot kapot, dan was er iets mis met het elftal. Als ik dat deed, dan ging de schuim op de bek en dan gingen we naar buiten en dan wonnen we die wedstrijd. Dat was echt legendarisch wat ik daar heb meegemaakt. En dat kwam alleen maar omdat ik daar een elftal trof, een elftal heb samengesteld wat ongelooflijk met het hart speelde. En dat is me altijd bijgebleven. Ik heb 6 jaar ben ik daar trainer geweest van een elftal. En publiek, het was wel eens rumoerig langs de kant, maar het waren allemaal mensen die met hun hart lid waren en dat ook betuigden. En dat is wat mij het meest is bijgebleven van deze geweldige vereniging. Aan mij de eer om een paar mensen naar voren te halen. Ik ga het proberen, want ik ken niet iedereen heel erg goed, maar Teun van Oosten. Hij was vroeger al niet zo snel, maar dat is hij nog steeds niet. Staat Teun buiten? Dit was de meest zuinige penningmeester die JAK ooit heeft meegemaakt. Hij hield, of na de wedstrijd ging hij met een grote kruiwagen, haalde hij zijn eigen statiegeld op. Dat bracht hij in Wassenaar weer weg om daar zijn centjes mee te pakken. Maar Teun, hij vraagt hem uit waar die telefoon is. Het is een microfoon. Ja, ik heb wat gelukkig. Het is de enige trainer die door mij gekust is. Deze trainer heb ik dus na afloop van de wedstrijd bij de oud zien staan. Zeer verslagen. En ik liep inderdaad in de kust de hoekvlag op te halen. De flessen kwamen later. En toen stond hij daar zo. Ik zei, joh, het komt wel goed. Hij was zo fanatiek en zo met de vereniging betrokken, dat hij dacht op een gegeven moment dat de wereld verging, maar zo was het weer. Teun. Ik denk dat jij een heel groot compliment verdient voor alle taken die jij binnen deze vereniging hebt gevuld. En als je dan in staat bent om na zoveel jaren als bestuurslid ook nog met een kruiwagen de lijnen, de flesjes op te halen, dan verdient dat een groot compliment. En ik denk dat ik jou absoluut niet tekort doe door te zeggen, ik heb twee heerlijke dames naast me staan.
Daar ga jij nu door gekust worden. Onder dank zeg ik van het vele publiek voor al je goede taken voor deze mooie club. Ik mocht het niet langer dan anderhalf uur maken, dus we gaan snel door. Ik heb 31 personen die naar voren moeten komen. We krijgen Jaap Lolkema. Jaap was destijds voorzitter. En als ik nog wel eens op de club kom en ik kijk rond, dan denk ik, Jaap is nog steeds voorzitter. Hij bemoeit zich overal mee, er ontgaat hem niks. Maar ik wil wel aan jou vragen, Jaap. Hoeveel wedstrijden heb jij nou in JAK 1 gekiept? Geen één, dat klopt. Dat was mijn broer, hè? Dat was jouw broer, Jaap. Dat was mijn broer Holken. Zwartwit 28. Zwartwit 28. Hoeveel wedstrijden heb jij in JAK 1 gespeeld? Nou, 2, denk ik. Hoeveel keer ben jij gepromoveerd? 2 keer, volgens. 2 keer, nou dat is een hoog gemiddelde. Kijk, dat is mooi, hè? 2 wedstrijden in JAK 1. En 2 keer promoveren. En dan 2 keer promoveren. Ah, dan ben je echt een topper. Altijd als ik dan op dinsdagavond voor de training binnenkwam, dan ging ik even gauw het washok in. Dan had ik even een momentje met Corrie alleen. Ik durf het eerlijk te zeggen nu, maar ik denk ook zeer op zijn plaats. Deze man, jaren voorzitter. Foto's gemaakt, leider, alles voor de club gedaan. Hulde voor Jaap Lolkema. Waar is Corrie? In het wassel. En dan kijk ik naar voren Tim de Jong. Café. Maar Tim, ik zal je leeftijd niet verklappen, maar als jij, zoals je er nu bij staat, je ziet er fit uit, je ziet er gezond uit, zelfs vanmiddag, als ik alles mag geloven, heb jij samen met je zoon in JAK 4 weer een wedstrijd gespeeld tegen DVC en jij hebt de eerste helft gespeeld. Als ik aan jou vraag, wat is nou wat jou trots maakt om een jakkie aan te zijn? Wat maakt jou nou trots dat je lid bent van deze club? Mijn hele leven al lid van deze club. Oh ja joh, is dat zo? En wat maakt jou nou trots, wat vind je nou geweldig van deze club? Ach, goede mensen. Goede mensen? Ik ken er 2, die zijn niet zo goed hoor. Ja, jij moet dat zeggen omdat je natuurlijk een eigen zaak hebt, maar wat is nou jouw hoogtepunt? Dat is lang geleden, hè? Dat is lang geleden, hè? Dat was met Corrie in het wassen. Dames en heren, zo fit als een hoentje. Echt een topper eerste klas, nog steeds spelend. De leeftijd gaan we echt niet verklappen, maar dit is echt uniek. Tim, geweldig. Mijn grote vriend, Jaap Vrolijk. Jaap, we hebben menig trainingskamp meegemaakt. We hebben, altijd waren wij wel een beetje met Koos samen het serieuze trio. Jij sprong er wel eens uit de band, maar als jij nou kijkt op al die jaren dat jij betrokken bent geweest bij de club, want ik heb je mee mogen maken als leider, maar je hebt nog vele dingen gedaan. Als jij terugkijkt, wat is dan het moment waarvan jij zegt, nou dit was zo uniek dat ik dat heb meegemaakt? Want je moet denken, want het zijn er zoveel, maar wat springt er nou voor jou uit? Tini Roos. Ik ga daar zo een link naar maken en ik vind het mooi dat je het zegt, want Jaap is altijd een man, een stille kracht, vaak op de achtergrond, altijd aan de zijkant met een biertje aan de bar,
nooit op de voorgrond zich laten gelden, maar zo belangrijk geweest voor het voetbal. Zo belangrijk geweest voor de opmars die we destijds hebben meegemaakt met elkaar. Ook jij, Jaap, namens iedereen ongelooflijk bedankt voor al die mooie jaren. En dan, Jaap, die gaf het bruggetje al aan. Toen ik trainer werd bij Jack, werd ik ontvangen door tante Tini. Ome Koos, die heb ik niet gekend helaas. Maar tante Tini was natuurlijk een gastvrouw op en top. Tante Tini was het boegbeeld van de club. Toen ik nog geen trainer was, kende ik haar ook al. Iedereen kende haar. Ik denk dat tante Tini en ome Koos samen die club zo ongelooflijk groot hebben gemaakt. Dat zij samen zo belangrijk zijn geweest. Zo een goede gastheer en gastvrouw zijn geweest samen. En ik heb begrepen dat de zoon en dochter hier aanwezig zijn. En die wil ik je graag voor hebben onder luid applaus. Ik vind het leuk dat je iets wil zeggen, dus alle respect, jij krijgt van mij de microfoon. Als ze vanavond hier zou zijn, dan zou ze om 12 uur een rondje hebben gegeven. Dat werd ze 98. Ik weet bijna zeker dat dat rondje een broodje warm vlees zou zijn geweest. Of een hele bakplaat warm vlees, want dat was zo goed is. Ik vind het mooi om jullie te kunnen huldigen voor al die goede jaren. Ik vind het ongelooflijk fijn dat jullie hier zijn. En dit is best wel een serieus moment, vind ik, want ik voel het ook aan de mensen in de zaal. Dit is waar de club mee begonnen is. Toch wel een beetje de grondleggers. En jullie krijgen dan ook een cadeautje, maar dat is echt bedoeld voor tante Tini en ome Koos, jullie vader en moeder. Dankjewel. Als speler. Een fantastische trainer. Meer dan een trainer wat je eigenlijk van hem verwacht. Hij heeft de jeugd heeft hij vorm gegeven met cursussen. Hij heeft de sponsoring heeft hij neergezet. Het bestuur, alles heeft hij georganiseerd. En vooral met een hele doos humor heeft hij die 6 jaar volgebracht. En ook nog kampioen geworden. Dus, Wim, mag ik jou nog even terug hebben? Ook jij bent een super jakkie aan, weliswaar als trainer, maar wij willen je hartelijk bedanken voor al die mooie jaren. Net zoals al die andere mensen die hier aanwezig zijn, supporter, speler. Ik denk dat we er nu genoeg erover hebben gehad, genoeg gebabbeld. En het wordt tijd dat we lekker de muziek gaan aanzetten. Ja, zijn we er klaar voor? Oké, drankje, dansje, jongens, veel plezier!
cocktails? Nee, we hebben... het idee kwam aan de bar hier zo bij SVC en dan krijgen de meeste mensen na een biertje of 10 goede ideeën. In dit geval Ton Donners, senior, die had het mooie idee van joh, weet je wat we moeten doen? We gaan een reunie organiseren voor Jack. We stonden toch met een mannetje of 10 van Jack, hij zegt dat is leuk. Dus zo gezegd, zo gedaan en hij heeft wat mensen opgetrommeld om het met hem te organiseren. En, nou ja, de mensen die veel gedaan hebben, Simon Rog, Ardy Mos, Dick Dijkhuizen, Dick Tuinenbreijer. Dat soort namen, Bertje van den Berg, Mark van den Berg en ja, was geslaagd. Erik Willems, niet te vergeten natuurlijk. Ja, kijk uit. Wordt hij boos, hè? Dat weet je. Dus nee, hij was geslaagd, super. Ja, ook nog een bespreking gehad met Dick Dijkhuizen? Ja, klopt. Ja, ja. De eerste vergadering was bij Dick Dijkhuizen in het Zeemanshuis. En nou, de vergadering was om 5:00 en we waren er om 3:00. Dus nou, dan weet je, met dubbele tongen en weet ik het allemaal wat, zijn we toch tot een datum gekomen en een locatie. En ja, vanuit daar zijn we verder gaan bouwen. En geslaagd reunie leek me. Nou, het ging allemaal wat stroef en we hadden na een maandje of 3 puzzelen hadden we 100 man. En, maar de laatste maand is er nog 100 man bijgekomen. Dus ja, op zich waren we heel blij dat daar zoveel mensen interesse toonden en het ook geslaagd vonden. Ja, Wim de Jong die heeft de avond natuurlijk ook een beetje opgeleukt. En we hebben wat mensen naar voren gehaald om in het zonnetje te zetten. En ja, hij heeft dat fantastisch gedaan. En ja, je kent hem, hè, met humor en een lach. Ja, prachtig. Ja, je mist wel wat mensen, maar het was in september, dus er zijn mensen op vakantie. En, ik sprak toevallig net, kwam ik aan, en Kees de Jong, senior, oud-voorzitter van JAC, die sprak ik. En ja, die zat op Ibiza, dus ja, goed excuus lijkt me. Die heb goed geboerd dan. Ja, precies. Ja, ja, ja. Is nog, nou goed Bob, nog verhaling vatbaar in de toekomst? Ja, zeker weten. Het zal niet binnen 1-2 jaar zijn, maar we gaan er zeker nog een feestje aan vastbouwen. Bedankt. Dankjewel, Leon.